Lieve Narren, we willen allemaal een hele goede middag. En natuurlijk Theo, hartstikke bedankt voor deze geweldige opening hier in Den Haag. En ik moet jullie zeggen, het is zeker vanaf hier, vanaf het podium, een prachtig plaatje om te zien. Al die fazanten veren. En het blijft een wonder dat die fazanten nog steeds geen bedreigde diersoort is. Maar desalniettemin, lieve Narren en Rinnen, prinsen en prinsessen en andere hoogwaardigheidsbekleders. We zijn vandaag te gast in de oudste stad van Nederland, hier in het Waaggebouw. Ter gelegenheid van het 23e internationale prinsentreffen. Een uniek evenement om elkaar te ontmoeten. Ervaringen te delen en plezier te hebben met gelijkgestemden. En ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit om jullie straks allemaal beter te leren kennen en te ontmoeten. En ik beloof jullie, ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden, dat we lekker snel een heerlijk pintje kunnen gaan vatten. Maar graag natuurlijk ook heel even jullie aandacht. En ik kan jullie wel verklappen, we gaan vandaag hier in de Waag iets heel bijzonders doen. Iets heel bijzonders voor carnaval in Nederland en ook iets heel bijzonders voor deze stad. En daar gaan jullie allemaal een hele belangrijke rol straks in spelen. Nogmaals, welkom in Nijmegen, sinds oudsher een vrije rijkstad waar culturen bij elkaar kwamen. Om moeilijke internationale situaties te bespreken om tot een goed einde te komen. Bekend is de vrede van Nijmegen, hier gesloten op de Grote Markt, op het Stadhuis, op diverse locaties in 1678. Ik weet niet wie van jullie een boek heeft gelezen van de ochtendgave van AFTH van de Heide. Ja? Nou, er is een behoorlijk literair gezelschap hier in de Waag. Maar in dat boek beschrijft heel mooi de periode van de Vrede van Nijmegen in het jaar 1678. Dit verdrag maakte een einde aan de oorlog tussen de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Frankrijk. De toen hier aanwezige wereldtop regelde tegelijkertijd onmiddellijk maar informeel een aantal brandende kwesties die de veiligheid in Europa bedreigden. Het is goed om vandaag hier in Nijmegen, ons eigen Knotsenburg, met zoveel carnavalisten uit diverse plaatsen bij elkaar te zijn op deze wereldtop. We kunnen vandaag geen einde maken aan al deze problemen van het moment, maar we kunnen wel een signaal afgeven. Een heel belangrijk signaal, want dat is carnaval. Carnaval is volks. Cultuur, puur natuur en het feest van plezier en verbroedering. Maar carnaval betekent ook relativering. Het is een feest van de omdraaiing. En wie in het dagelijks leven belangrijk zijn, verliest hun status. De burgemeester wordt de nar wordt de vorst. En wij zijn de komende periode de nar. En wij mogen, wij mogen regeren over onze 66 dorpen en steden. Wij hebben de eer dit seizoen om het verschil te maken, want eendracht maakt macht. Wij hebben vandaag de unieke kans om iets met elkaar af te spreken. En ik wil deze voornemens, al deze voornemens, vandaag heel graag extra kracht bij te zetten door 338 jaar na de ondertekening hier van de Vrede van Nijmegen samen met jullie het verdrag van Knotsenburg te gaan tekenen. En hier hebben wij dat verdrag. En ik wil jullie straks na het officiële gedeelte allemaal uitnodigen om hier langs te komen op het podium. Om allemaal één voor één jullie naam, jullie signatuur onder dit verdrag te plaatsen. Ik zal het heel kort voor jullie voordragen, zodat jullie ook weten wat jullie ondertekenen. Carnaval is een tijdelijke omkering van gevestigde waarden, conventies en normen.
een tijdelijke bevrijding uit het keurslijf van de heersende moraal. Het is een feest van plezier met een belangrijke sociale dimensie. Het is de wereld op zijn kop. Wij, prinsen en prinsessen, zetten ons in om de waarde van het carnavalfeest te bewaken en gezamenlijk uit te dragen. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan nog meer feestvreugde in onze omgeving. Hoe gekker de wereld, hoe leuker het carnaval. Nou, dat was dan kort, of niet? We gaan elkaar straks allemaal ontmoeten en gezellig bijpraten. Dank jullie wel voor de aandacht. Straks na op de tweede gedeelte zien jullie weer terug in de ondertekening van het verdrag van Knossenburg. En dan geef ik u heel graag het woord weer terug aan Theo. Dank jullie wel en een hele fijne middag.